Stegerna, de vluchtvormer in nummer 3 is. Zet de zweepwagen stil op 56.06. Onderweg met Evert Tolsma, startnummer 14, DMF 158. En kijk, ik zeg Evert is slim, maar die gaat naar de rechterkant van de baan. Zien we de meeste mannen toch allemaal in hetzelfde spoor gaan rijden? Zeg ik op mijn boek, moet ik niet doen op de zandbaan. En dat gaat Evert gewoon even wijzigen. We hebben nog steeds staan die 73-42. En dan staat de sleepwagen van ons net even verkeerd. We kunnen het scorebord nog niet zien. Geen probleem, Evert zet hem neer op 75-48. En dat betekent dat Evert op dit moment aan kop gaat in de 2,5 ton standaardklasse. En dat we de 73-42 van Bernard van der Meij zien terugzakken naar de tweede plaats. Onderweg met een Lamborghini 6500 Wilco Bon uit Eilenhamer. En ook Wilco die verliest een beetje de rechterkant van de baan, brengt hem voorbij op 70 meter. Ja, ook dit ziet er goed uit voor de Lamborghini. En Wilco zet de sleepwagen neer op een afstand van 73 meter en 71 centimeter. En dat betekent een tweede plaats op dit moment.
zien wij op het scorebord staan 75-65. En dat betekent dat we het boekje om moeten slaan naar de 3,5 ton standaardklasse. Marcel Memmelink uit Schum. Hij heeft de eerste afstand op het scorebord staan in de 3,5 ton klasse. En op baan 2 een paar technische probleempjes voor wat betreft de elektronica voor de aansturing van de ballastbak. En die ballastbak hebben we wel nodig. Die begint achter op de sleepwagen. En naarmate er meer meters worden afgelegd, gaat de ballastbak naar voren. Zodat er meer druk op de sleepvoet voor bij de sleepwagen komt. En als de ballastbak achter op de sleepwagen blijft staan, ja, dan schiet het niet op. Want dan neemt iedereen de sleepwagen gewoon mee naar het einde van de baan. En op baan 1 zien we intussen de tweede deelnemer in de 3,5 ton standaardklasse. Jensen Dirkstra uit de Kriepen met de David. De David Brown. En ik weet niet of Jensen nog aan het sleutelen is geweest afgelopen winter. Maar regelmatig problemen met de koppeling bij de 14-12. Daar hebben we al van alles mee geprobeerd vorig seizoen. Er is al eens een keer cola gebruikt. Azijn hebben we al een keer gebruikt. Zo te zien is er in ieder geval niet veel gesleuteld. Want het spanbandje hangt wel afkeurig op de bovenkant heen. Maar als de trekker het houdt, als de koppeling het houdt is, is het normaal gesproken zeker een kans om het voor een keer mee te houden. En volgens mij ging de koppeling er weer door. En dat zet een afstand van 69 meter en 79 centimeter op het scorebord.